1:15 vannacht kreeg de brandweer een melding van een uitstaande brand van een garage. Daarop zijn we heen gegaan. Uiteindelijk heeft hier een heftig incident voorgedaan waarbij 1 persoon is overleden en 1 persoon zwaar gewond is geraakt. Het was een behoorlijke rookontwikkeling. De brand aan de achterzijde van de garagebox stond in lichte laaien. De woning was op dat moment nog niet bij de brand betrokken en hebben we tegen kunnen houden. We wisten niet of er personen nog in de woning waren en zijn gelijk naar binnen gegaan. 1 persoon hebben we met zware verwonding naar buiten kunnen halen. Een andere persoon hebben we in levensloze toestand aangetroffen in een behoorlijke rooklaag. En ook ging onze explosiegevaarmeter af, wat betekent dat er een explosiegevaar was in verband met een gas.